Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie de velproducten zien van maart en april. Ik heb het bakje verzameld. Het zijn niet super veel producten, maar ik vond het toch wel belangrijk om deze producten aan jullie te laten zien. Want ik vind het belangrijk om ook stil te staan bij producten die niet zo fijn zijn. Ik ben er wel van bewust dat er natuurlijk producten bij kunnen zitten die ik niet fijn vind, maar misschien jij wel heel fijn vindt. Maar ja, ik ben eigenlijk ooit deze video gestart om mensen een soort van bewust te maken, om geen miskoopjes te maken. Maar mensen verschillen qua mening, dus wat ik laat zien kan jij heel fijn vinden. En iets wat ik heel fijn vind kan jij ook niet fijn vinden. Goed, ondanks dat ga ik jullie toch even de producten laten zien die ik niet fijn vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn veel producten van maart en april, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin even met een product uit de Nail Care lijn van het Kruidvat. Dit is namelijk een peel-off nail tape. Dit is een tape waarmee je je nagels zou kunnen lakken zonder knoeien. Het ziet er zo uit. Het zit in een doosje en op de zijkant heb je een stappenplan en ook een gebruiksaanwijzing. Dat is allemaal op zich wel top. Het staat duidelijk uitgelegd, dus daar is niks mis mee. Het flesje ziet er zo uit. Dit is het flesje. Heeft ook een basic applicatortje. Die niet heel zichtbaar zal zijn. Maar die ziet er zo uit. Ik heb dit getest en de bedoeling is dat je dus dit aanbrengt rondom je nagels. Dan ga je je nagels lakken. En als je nagels dan helemaal klaar zijn, dan kun je die tape kun je eraf halen met een pincetje. Nou, er zitten sporen van latex in. Dus als je hier al een beetje slecht op gaat, of dat je huid er niet zo goed op gaat, zou ik het ook niet aanraden. Je moet 1 of 2 lagen van de tape aanbrengen. Het duurt ook even voor de tape zichtbaar wordt, want het is een doorzichtig goedje. En uiteindelijk zie je de tape echt wel op je nagels terug. Dan ga je je nagels lakken. Alleen wat ik al een beetje heb gemerkt is dat het best wel veel tijd kost. En het tape er ook niet soms heel makkelijk afgetrokken kan worden. En je soms gewoon ook nog deeltjes van je nagellak meetrekt. Het leek mij echt een heel erg fijn product. Alleen als ik het dan vergelijk hoe ik het normaal zou doen met gewoon een wattenstaafje met doordrenkt met aceton, gaat dat best wel wat sneller. Je kunt het wel iets minder nauwkeurig doen. Ik heb nu ook mijn nagels gedaan en ik moet zeggen, ik vind deze er niet super netjes uitzien aan de randjes. Maar ja goed, je probeert je best daarop te doen. Ik heb dit gewoon gedaan met aceton. Maar ik vind het best wel veel werk en ik vind de uitkomst niet eens super fijn, omdat hij dus soms eigen deeltjes van je nagellak al meetrekt. Ik vind het heel erg leuk bedacht, maar de uitvoering vond ik toch best wel veel werk, waarvan ik dacht van nou ja, heb ik dat ervoor over? Nagels lakken kost natuurlijk gewoon tijd, dat is gewoon bekend en dat geeft helemaal niks. Maar ik ben toch wat teleurgesteld in dit product. Omdat ik toch de uitwerking ervan niet helemaal top vond. Ik toch zoiets, ik er meer van had verwacht. Ik dacht echt, ik ga nu een perfecte manicure krijgen. Maar dat is gewoon niet zo. Het is fijn dat je kunt knoeien op een tape. Maar het is nou niet dat je zegt van, wauw, dit heeft echt de wauwfactor. Dus nee, voor mij was dit niet echt een heel erg groot succes. Misschien heb jij het al wel eens getest en heb jij er hele goede ervaringen mee. Maar ik vond het toch te veel werk en ik vond het nog niet eens super netjes eruit zien naar de hand. Dus nee, ik had zoiets, dit is hem voor mij dan net weer niet. Dan heb ik een mascara en dit is van Catrice. Het is de Little Black One Volume True Mascara. Ziet er zo uit. Dit is het hulsje. Het is wel heel mooi gedaan, want het lijkt een soort van leer. Is het natuurlijk niet, het is gewoon plastic. Maar ik had hier hele hoge verwachtingen van. Ik ben over het algemeen echt wel gek op mascara's van Catrice. Deze heeft de naam 010 Like Holy Colightly. Het zou een longlasting volume mascara met een eye-opening effect zijn. Ik zag hier niks van terug. Ik zal eventjes ook beginnen met het borsteltje. Nou, dit zijn dus de borsteltjes waar ik dus
wacht even hoor. Helemaal niks mee heb. Dit zijn plastic borsteltjes met korte haren. Ik vind dit soort borsteltjes gewoon totaal niet fijn. Heel erg jammer, maar het is gewoon niet het effect wat ik hoop te vinden bij een mascara. Het komt ook echt wel puur door het borsteltje. Ik denk ook echt wel dat dit een kwestie is van smaak. Want ik hoor ook heel veel mensen die zijn heel erg enthousiast over dit soort borsteltjes. Maar dat is het gewoon bij mij niet. De mascara deed heel weinig voor mijn ogen. Mijn wimpers werden zwart. Maar ik had nou niet zoiets van wauw, dit is een volume effect. En ik heb ineens wimpers waar je u tegen zegt. Dat vond ik heel erg jammer. Nee, ik denk echt bij mij wel dat het puur vanwege het borsteltje is. Omdat ik normaal gewoon, ik hou echt van een ander soort borsteltje. En ja, dit soort borsteltjes, dat maakt mij niet zo gelukkig. En ik kan hier gewoon minder goed mee werken. Ze zeggen ook dat je met dit soort borsteltjes heel goed bij de alle wimpertjes kunt komen. Ik merkte dat helaas niet. En ook gewoon het volume wat hij beloofd gaf hij niet. Dus dan ben je voor mij toch echt wel een mislukkeling. Dus dat is deze mascara. Volgende product wat ik heb, dat is een blush van Essence. Dit is de blush, zo heet die ook. Ik heb hem in de kleur 20 Bespoke. Het belooft een silky smooth powder blush te zijn. En ja, die je gezicht gewoon even wat meer oppept. De blush ziet er zo uit. Dit is de blush. Hij ziet er wel leuk uit. Het is wel puur Essence gewoon, hoe dit doosje is gemaakt. Wat ik heel leuk vind is dat ook in het doosje echt de blush staat. Ik vond de kleur best wel minimaal. Ik kan hem even voor jullie swatchen. Ik zal hem een beetje op mijn hand doen. Dan is dit de kleur. Hij is vrij licht. Het is niet een hele donkere blush. Ik vind hem een beetje te zacht. Hij zou zelfs voor mij gewoon een beetje door kunnen als een... eigenlijk als een bronzer misschien wel. Omdat deze blush eigenlijk gewoon niet echt zichtbaar was. Je moet hem heel erg opbouwen. Ik vind de kleur gewoon niet helemaal bij mij passend. Kijk, ik zou hem eerder dus als bronzer gebruiken dan als blush. Ik heb twee van deze blushjes getest. En die andere vond ik wel heel fijn. Maar deze kleur die was het voor mij gewoon niet. Omdat dit gewoon niet... een kleur is die heel erg bij mij past. En je zag er gewoon te weinig van terug op mijn gezicht. Tenzij je echt heel veel lagen gaat aanbrengen. Maar ik vind van blush, daar moet je niet te veel van willen gebruiken. Dat is mijn persoonlijke voorkeur. Als je dat wel wil, is het ook dikke prima. Maar deze blush, die was voor mij, die kleur, die was het gewoon helaas niet. Die zou ik dan ook niet aanraden. Die andere kleur overigens wel. Even kijken hoor. Dan heb ik ook een liquid highlighter. En dit is een Rock Couture liquid highlighter. Deze is van Catrice. Het is deze highlighter, of liquid highlighter, eyeliner. Heel erg leuk gedaan vind ik wel die bovenkant. Ik heb deze al in een ander kleurtje getest. Die vond ik wel heel fijn. Maar deze kleur vind ik gewoon te wit. Ik zie mezelf hier niet echt een hele goede look mee kunnen maken. Deze is in de kleur This White Stripes. Het belooft een liquid effect eyeliner te zijn. Er zit wel een heel fijn kwastje bij. Die zal ik zo even laten zien. Maar ik vond het geheel gewoon niet mooi. Ik zal hem weer even inzoomen. Zodat jullie hem goed kunnen zien. Dit gaat niet goed. Kijk, dit is het kwastje. Hij ziet er goed uit. Maar ik zal hem ook weer even swatchen. Zodat je de kleur kunt zien. En dan kun je eigenlijk al zien dat het heel moeilijk is om hier een gepaste ooglok mee te maken. Dit is de kleur. Ik vind hem zelf te licht. Ik zou zelf niet zo snel een witte eyeliner gebruiken bij een look. Het kan heel leuk zijn. Maar ik zou niet zo goed weten bij wat voor look ik dit zou kunnen maken. Tenzij je hem bijvoorbeeld laat overlopen met zwart. Kan het heel leuk zijn om zo te testen. Ik vond hem op de ogen ook niet heel mooi uitkomen. Bij het zwartje ziet hij er goed uit. Maar maak je een ooglook is dit best wel lastig te combineren. Misschien als je alleen een eyeliner zou dragen dat het best wel te doen is. Maar... ja, ik denk toch dat ik eerder voor zwart zou kiezen en niet voor wit. Ondanks dat hij er heel leuk uitziet en het een fijne eyeliner had kunnen zijn. Want die andere variant vond ik heel fijn, vond ik deze kleur gewoon niet zo geschikt. En dat is jammer, maar goed. Het zij zo. Dan heb ik een eyeshadow stick van Catrice. En dit is een 12-hour long-lasting sweet-proof eyeshadow stick.
Ik heb deze in de kleur 010 Satisfaction. Wacht even hoor. Satisfaction. En het is dus gewoon zo'n stick. Dit is de stick. Hij ziet er op zich leuk uit. Alleen ik vond het... Kijk, het puntje gaat er gewoon vandoor. Dit is het puntje. Ik kan het jullie niet heel goed laten zien omdat hij er dus uitvliegt. Ik zal hem ook weer even swatchen. De kleur ziet er op zich wel leuk uit. Maar omdat dus dat ding eruit vliegt, is het heel moeilijk om hier wat van te maken. Dit is de kleur. Ik weet niet of je hem heel goed kunt zien. Kijk, dit is hem. Mijn hele hand zit inmiddels onder de swatches. Het is leuk bedacht, maar de uitvoering gewoon is niet fijn in zijn werking. Want ja, zoals je al ziet, de stick vliegt eruit. Ik heb hem zelfs al voordat ik hem ging reviewen een poosje in de koelkast gelegd. Tegen dat hij misschien niet zou gaan smelten of dat het in ieder geval weer een beetje op zijn plek blijft zitten. Maar hij vliegt er gewoon uit. Ik vind ook deze stick vind ik te licht van kleur. Het is wel een mooi kleurtje op zich, maar voor mijn ogen past hij niet zo in een ooglook. Ik moet ook zeggen, ik ben... over het algemeen wel meer fan van oogschaduw met een poederbasis. Het belooft een waterproof high performance eyeshadow pen te zijn. En met een triangular tip voor een precisie en vast application. Nou, dat werkt niet als de punten gelijk uitvliegen natuurlijk. Ja, het is leuk bedacht, maar de uitvoering vond ik gewoon niet fijn. Dus ja... Helaas, leuk geprobeerd. Geen succes. Het volgende product wat ik heb is van Revolution. En het is een Mattify Matte & Fix Primer. Het is deze primer. Het is een primer die eigenlijk je huid gewoon mat maakt. Niet meer, niet minder. Dit is de opening. Die is ook vrij klein, moet ik zeggen. Dus er komt, je verspilt weinig product. Dat is heel fijn. Maar ik vond de structuur van deze primer heel erg droog. Ik vond hem niet heel erg fijn aanvoelen op de huid. Het is natuurlijk wel een primer die mat maakt. Maar de structuur mag best wel een beetje vochtig zijn. Zodat je hem goed kan aanbrengen. Maar ik vond hem gewoon heel brokkelig uit het flesje komen. Ik vond hem niet fijn aanbrengen. Het voelde ineens alsof ik een hele latexlaag op mijn huid had zitten. Er zit volgens mij niet eens latex in wat ik zo zie. Maar het voelde gewoon niet goed. Ik heb al verschillende matte primers in mijn stash die ik dan wel heel fijn vind. En als ik hem dan vergelijk met deze. Revolution is een wat dat betreft een iets duurder merk als de producten die ik normaal gebruik. Vind ik die van Essence bijvoorbeeld of een Ethos veel beter. Dus nee, ik werd gewoon niet zo blij van de structuur van deze primer. Dus ja, dat was echt een dingetje waar ik wel een beetje van baalde. Maar ja, het is niet anders. En dan ben ik ook gelijk toe aan het laatste product. En dat is wederom een mascara van Catrice. Dit is de Iconista Lash Milliamizer Volume Mascara in waterproof. Met de naam 010 I Want It All. Het is deze mascara. Hij is ook blauw. Dat zijn we een beetje gewend van waterproof mascara's. Dat die blauw zijn natuurlijk, de huls. Ja, hij belooft lengte, definition en een waterproef te zijn. Nou ja, we gaan dan weer even kijken naar dat borsteltje. En dan zie je dat dit borsteltje gebogen is. Je ziet dat hij een fijne buiging heeft, wat heel fijn kan zijn. Maar wederom is dit een borsteltje van plastic waar je mij dan weer niet blij mee maakt. Dat vind ik gewoon heel erg jammer, want ik heb ook de gewone variant hiervan geprobeerd. En die vond ik op zich best wel oké. Maar de waterproef variant die viel me dan weer heel erg tegen. Ik zag het volume niet wat hij gaf. Er kwam echt niet heel veel volume uit. Ik vind hem ook makkelijk van je ogen af te halen zijn zonder een micellairwater. Bijvoorbeeld met olie erin. Want ik gebruik een gewone micellairwater van een huismerk. En ik kreeg de mascara er heel makkelijk af. En als de mascara echt goed waterproof is, heeft hij wel wat moeite om eraf te komen. En deze ging er gewoon heel makkelijk af. Het is niet dat ik zeg, het geeft mijn wimpers echt dat wauw effect. En dat zoek ik altijd wel in een mascara.
Ja, vooral omdat hij dan zegt ook volume. Dat waterproof is natuurlijk een fijne bijkomstigheid. Maar dat gaf deze mascara niet. Ja, en dan... Ik blijf er toch een beetje bij. Die borsteltjes die maken mij niet zo heel erg blij. Dus ja... Ook deze zou ik niet aanraden. Tenzij je wel van dit soort borsteltjes houdt en er heel goed mee kan werken. De ronding op zich in het borsteltje vond ik een fijne toevoeging. Omdat je hem wel echt gewoon heel fijn kunt gebruiken met de ronding die erin zit. Maar het borsteltje zelf is gewoon echt niet mijn ding. Ja, het is gewoon jammer. Maar nee, ook deze mascara vond ik echt een faal. En zou ik dus zelf niet aanraden. Dan waren dit alweer alle veel producten van maart en april. Zoals ik al zei, het zijn nooit heel veel producten. Maar ik vind het belangrijk om er toch bij stil te staan. Ik vind het heel erg jammer dat dit soort producten het dan toch weer niet halen bij mij. Vooral omdat ik bijvoorbeeld van de nageltape echt een hele hoge verwachting had. En die het niet waarmaakt. Ja, ik vind het altijd jammer, maar zoals ik eerder al zei, ik vind het belangrijk om dit soort video's toch te blijven maken. Ondanks, misschien heb jij wel een hele andere mening hierover. Ik ben ook eigenlijk wel benieuwd of jij een van deze producten alles hebt getest en dat je denkt van nou, jij vindt het niet fijn, maar ik vond het bijvoorbeeld een heel fijn product. Laat het dan zeker even weten bij de comments. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan er op het rondje met mijn gezicht te drukken en op mijn kanaal zelf. Daar kun je dat belletje aan zetten en dan krijg je een mail zodra er een nieuwe video online komt. En hoef je ook geen video meer te missen. Vond je deze video leuk, doe zeker even een duimpje omhoog. En ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doei!